Toch even, als je die punten leest van u, meneer De Wever, dat, nou, er zit heel veel verstand in, maar een aantal dingen heeft Nederland dus al uitgevoerd, ingevoerd, de wetten zijn er al. En denk, ja, maar zo goed zijn we er niet aan toe. We zitten hier niet voor niks bij elkaar om over Peter R. de Vries te praten. Ja, maar dus... Nee, maar ja. Als je de analyses leest van Pieter Top en Tromp... Ja. Dan zie je dat je nog wel veel laat liggen. Ik denk dat er in Nederland veel gebeurt. Wij lopen achterop. We moeten het samen doen, want alleen kan je niet oplossen. Je kan het alleen samen oplossen. Maar er is nog wel veel te winnen. En jullie zijn, denk ik, met de oplossingen wat voorop. Maar met de problemen liepen jullie natuurlijk in Europa ver voor de stoel. Jullie, hadden toch jullie hebben ze voor een groot deel, laten we eerlijk zijn, veroorzaakt. Ja, maar ik kan me herinneren, volgens mij 15 jaar geleden... dat ik een cover maakte voor Elsevier over het Rode Plein in Antwerpen. Mm-hmm. Dat werd het Rode Plein genoemd vanwege alle Oost-Europese... Georgiërs, Albanezen, Bulgaren. Mm-hmm. En kwam ze allemaal tegen op de Keizerlijn in de kroegen en de mooie... Dus jullie hebben ook al 15, 20 jaar te maken. Bent u daar nog geweest op het Rode Plein? Uiteraard. Dat is volledig opgekomen. Ja, later, dus ja, nee, maar toen was het... Was het kan. Het kan. Ja, nee, zeker. Ja, maar zeker. Is met volgehouden maar in Spanning 10 jaar lang. Jullie hebben ook al 15, 20 jaar met keiharde misdaad te maken. Natuurlijk, iedereen in Europa. Maar jullie zijn wel het referentieland voor synthetische drugs. Als er ergens een drugslab wordt opgerold... dan staat er meestal een Nederlandse nummerplaat voor de deur. Of dat er nu in Portugal of waar dan ook is. Jullie zijn rond cannabis al lang het referentieland. En als het over coke in Noord-Europa gaat... Dan, moet je de grenzen met Nederland niet sluiten? Nee, ik zou die grens willen wegzien. Ik zou terug in land willen worden. Maar ik wil u wel een cijfer geven. Wij schatten dat 85% van de cocaïne die in Antwerpen aan land wordt gezet... binnen de dag in Nederland staat. Zeker. Om daar te worden versneden en versleuteld. En dat vind ik dus wel een interessant punt dat u zegt...